ondernemers, ik ben er dol op. Hè? Mensen die gewoon een start-up, gewoon met een wild idee, die gaan de markt op en die denken, hartstikke idee, we zien wel waar we komen. Dit is dus de directeur van City Wireless. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Nico Tammers. Nico, welkom. Wat een reclamespot. Ja, oké, okay, nou je mag hem gebruiken hoor. Het is allemaal Creative Commons. City Wireless, dames en heren, gebruik het allemaal. Gratis. Veilig. Hey, ja, Nico, 2,5 jaar geleden stond je samen met je partner Martin Schut op een congres hier in Den Haag. En er was dan de wethouder, Baldessing, die riep dan op van, en dat was Telecom Den Haag congres. Jongens, doe eens wat leuks met open wifi. Nou, toen dacht jij van, ik ga ermee beginnen. En dan had hij een briljant businessmodel bedacht, hè, want moet natuurlijk ergens van betaald worden. Dan zeiden ze van, je logt in met je Facebook-account. En dan kunnen de mensen bijvoorbeeld hier op de Grote Markt, je kunnen zien wie komt hier nou allemaal. En dan kun je reclame sturen en dat soort dingen. Nou, hartstikke leuk plan natuurlijk. Dat was het overigens opt-in. Je kon dan zelf kiezen of je dat deed of niet. Dus 85% deed dat niet. Maar ja, wat gebeurde er vervolgens? 9 oktober schreef Webwereld, hè, altijd kritisch. Gemeente Utrecht koopt Facebook-profielen burgers. En die hadden dus een tekst van jullie site gehaald. En die luidde als volgt. In ruil voor de gegevens van de Facebook-profiel kunnen klanten gebruik maken van uw wifi-internetservice. Dus het zou zijn alsof u hier bij het paard, u logt dan in, maar dan graag wel met Facebook. Met onze oplossing weet je wie gebruik maakt van de internetverbinding. Je weet zijn of haar naam, woonplaats, geslacht, leeftijdsgroep en mailadres. Je wifi-internetservice is veranderd in een enorm interessante marketingtool. Ja, transparant, hè? Ja, dat artikel sloeg in als een bom. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Want jullie hebben dat opgezet. Jullie kregen geloof ik ook een ton van de gemeente Utrecht. We hebben een aanbesteding gewonnen. Ja, ik moet zeggen, we zijn begonnen ooit in Den Haag. Inderdaad op voorspraak van de wethouder die een droom had om gratis wifi in heel Den Haag te voorzien. Met allerlei verschillende toepassingen daarover eens op. En dat heeft uiteindelijk geleid dat wij in die business gestapt zijn. En we hebben heel goed gekeken naar wat gaat deze business doen. En het is niet zo dat wij in de gratis wifi business zitten. Nee. Maar wij zitten in het mobiele data in de openbare ruimte. En hoe kan je daar nou toegevoegde waarde aan leveren voor de ondernemers? Ja. Nou, er zijn verschillende bedrijven in het veld actief met verschillende businessmodellen. Eén model is dat je inderdaad mensen gaat bestoken met advertenties. Ja. Nou, ik denk niet dat dat een heel succesvol gaat worden. Maar wat wij leveren is, wij leveren een marketingtool waarbij de ondernemers, wat onze opdrachtgevers ook zijn samen met de gemeentes, om in contact te treden met mensen die in die straat lopen, om te achterhalen, wat kom je daar doen, waarom ben je hier, hoe kunnen we jouw beleving hier in dit gebied verrijken, hè, door misschien ook digitale displays of andere items in te zetten. Ja. En daarbij is Facebook op dit moment gewoon algemeen geaccepteerd de beste methode om mensen met één druk op de knop geauthenticeerd in te laten loggen. Ja, maar dat is dus heel erg bedacht vanuit die ondernemers op zo'n locatie. Maar toen stond ik in de krant ineens. Ja, maar hoe kwam je op het idee om Facebook daarvoor te gebruiken? Er waren wat andere bedrijven, hebben natuurlijk goed gekeken, hè, want wifi bestaat al een jaartje of 20. En zeg maar de eerste hype van wifi was geënt op laptops. En dat was dan gericht op de mobiele salespersoon die dan bij het tankstation nog even kon internetten. Mm-hmm. Nou, eigenlijk is met de opkomst van de smartphone is zeg maar het mobiele gebruik in winkelstraten en in stedelijke gebieden heel erg toegenomen. Mm-hmm. En daardoor wil je, als je waarde wil ontlokken daaraan, wil je dus weten van wie dat is en wat mensen daar komen doen. En dan moet je dus mensen verlokken om gegevens prijs te geven. Ja. Nou, dat kan je doen door ze, voordat ze aanloggen, een heel profiel te laten aanmaken. Er zijn bedrijven geweest die dat gedaan hebben. Dan moet je voordat je aanlogt op dat kleine schermpje, moet je alles in gaan zitten vullen wat je voorkeuren zijn. Nou, dat is lastig, dat heeft ook niet gewerkt. Nee. Terwijl Facebook heeft daar een heel authenticatieprotocol voor gemaakt, wat je gewoon kan gebruiken en in jouw apps kan ontwerpen. Hebben de mensen de enquête eigenlijk al ingevuld door alles te liken? Ja, dus alles staat er al in. Mensen kunnen daar zelf in aangeven wat ze aan zetten. Hè? Dus als jij Pietje Puk heet uit de Pietje Pukstraat, dan ben jij Pietje Puk.
Ja. Weet je, dat is voor de rest ook helemaal niet boeiend of dat klopt of niet. Maar dan is het de meest makkelijke manier om met één druk op de knop gewoon mensen die geauthenticeerd willen zijn. En waarom ze dat doen is weer een andere vraag. Maar dat is de makkelijkste manier om dat, die gegevens te vragen. Even die juridische toets. Mag dat? Dat wilde ik graag. Hoe transparant is het voor de consument? Wat hebben jullie daar aan teksten? Bijvoorbeeld zeg je, als u hier inlogt, dan gaan wij uw gegevens daarvoor gebruiken? Of is dat alleen bekend? Nee. Wij leveren wifi in de openbare ruimte. We zijn dus een officieel geregistreerde telecomaanbieder. En wij voldoen aan de telecomwetgeving in de openbare ruimte. Dus als je dat in een cafeetje doet of hier, hoef je daar niet aan te houden. Maar als je in de openbare ruimte, zijn wij gewoon een internetaanbieder. Dus we hebben alle regels en aftapverplichtingen en continuïteits- en meldplicht en zorgplicht. Daar voldoen we allemaal aan. Dus, en je hebt ook, op het moment dat je onze dienst even tijdelijk gebruikt, moeten wij de gebruiksvoorwaarden presenteren. Dat doe je dus via een inlogscherm. En daar hebben wij gebruiksvoorwaarden en privacy statement staat daarop. En als je dan, ik geloof dat we zijn inmiddels 2 miljoen keer gebruikt, ons netwerk. En er zijn 3 personen geweest die mijn privacy statement hebben aangeklikt. Dus die gegevens die jij... Überhaupt hebben aangeklikt. 3 van de 2 miljoen. 3 van de 2 miljoen. Een goede score, hè, als je bedrijfstechnisch kijkt. Dus wat dat betreft schrok ik een beetje van die getallen. Dus ik moet die server even wat uit gaan breiden als inderdaad echt 40% van de mensen gaat doen. Maar daar staat gewoon heel netjes in. Als je kan anoniem aanloggen. Dan loggen we alleen maar tijdens de sessie je MAC-adres, omdat we verplicht zijn volgens de telecomwet om dat te doen. Die moet ik 6 maanden bewaren en dan gooi ik hem weg. En als jij met Facebook aanlogt, dan heb ik je openbare Facebook-gegevens. Dit is dat rijtje wat je net opnoemde. En die kan ik meegeven aan mijn opdrachtgever op die locatie. Hmm. En die kan dat dan gebruiken om jou te laten liken, in te checken of een review te laten schrijven. Ja, want de andere kant van het verhaal, die 50% die dan wel via Facebook gaan inloggen, heb je daar een beetje onderzoek gedaan of die mensen het leuk vinden? Of ze daar wat aan hebben? Wat vinden ze daarvan? Of doen ze het ook uit gemak? We hebben grosso modo over ons hele netwerk logt. We hebben altijd anoniem is 85%, met Facebook gemiddeld 15%. Afhankelijk van of er een event is of daar daadwerkelijk offline ook reclame voor gemaakt wordt, is dat soms wat meer. Maar dan moet echt offline log nu in met Facebook staan, want dan gaan mensen dat iets meer gebruiken. Op een festival of zo. Op een festival of als hier op het Grote Markt een leuke activiteit is en er wordt extra aandacht aan gegeven. En mensen doen dat eigenlijk uit gemak of uit interesse. Ze zien dat gewoonte. Staan. Uit gewoonte. Ja, het Facebook login wordt, ik denk, door 60.000 sites gebruikt inmiddels als authenticatiemiddel. Ja. En mensen vinden dat dan prettig. Hebben jullie wel eens mensen gehad die, nadat ze gedaan en naar jullie toe kwamen, van hoe weten zij mijn gegevens, hoe weten ze dat ik daar was? Of de 3 lui die de privacyvoorwaarden hebben gelezen, dat was het ook. Dat was ik, dus, jij en... Nee, maar eigenlijk, weet je, op mijn site staat ook gewoon, als je wil weten wat ik van je opsla, dan kan je me een mail sturen en staan mijn adresgegevens op. En ik heb hebben ze dat mensen dat ooit gedaan? Ik ben 2,5 jaar onder de radarscherm geweest. Dat viel nu, prima. Nu door webwereld. Totdat ik ineens een webwereld stond en 30 journalisten aan de lijn had. Ja. Waar ik na 5 minuten gesprek ook van die 30, 28 overtuigd had dat er helemaal niks aan de hand was. Het was geen nieuws. Geen nieuws, dus dat was wel jammer, want die hebben ook niks weer teruggeplaatst. Gelukkig heeft RTV Utrecht en Omroep West nog een reactie opgeschreven. Dus wat dat betreft was dat wel weer prettig. En ik heb vorige week ook met de aanstichter van het verhaal, dat was een GroenLinks-raadslid in Utrecht, heb ik even een kop koffie mee gedronken en even laten zien wat we deden. Ja. En die vroeg ook, maar wat doet de gemeente dan met die gegevens? Ik zeg maar, niks. Wat heeft de gemeente aan 10.000 Facebook-profielen openbaar? En die zegt van, maar je kan het verkopen. Ik zeg van, als je een koper voor me weet, wie geïnteresseerd is in 10.000 Facebook-gegevens die op Facebook al staan? Ja. Weet je, dus wat dat betreft is ook het hele privacy en op het moment dat het in het nieuws staat, zie je ook dat mensen helemaal door gaan schieten. Dat is emotie. Het is emotie, maar eigenlijk, weet je, wat is nou privacy? Ja, als jij zelf kan controleren wat die gegevens zijn en of jij dat inzet of niet, dan is je privacy gewoon gewaarborgd. Waar je mij mee overtuigt is dat opt-in is. Hè? Dat is eigenlijk de fundamentele discussie. Ja. Als het opt-out is, hè, van je krijgt alleen wifi als je inlogt met Facebook en dat je heel erg ver moet zoeken en dat je dan wat uit kan zetten, dan wordt het naar. Die zijn er ook heel veel. Hè? Dus in zo wifi of social wifi of freefi of wifi in de horeca of social wifi. Naar de concurrenten. Maar voor een individuele horecazaak biedt dat ook waarde. Ja, hè? Want die man heeft... Toevallig heb ik er in Utrecht vandaag weer 30 gesproken. En die zitten heel erg van, maar je gebruikt wel mijn internetverbinding. Daar wil ik wat voor terug. Ja. Dus in zo'n zaak kan ik me dat heel goed voorstellen. Ja, maar als jij op straat loopt of hier op de Grote Marktstraat. Ja, dan heeft dat helemaal geen toegevoegde waarde om dat te achterhalen. Privacy covered. Nou security.
Hè? Ja, die is lastiger. Ja, want van de week, ik zag ook in het filmpje dat die mevrouw zei, ja, was van de week op televisie. Hè? Dat is ook een van de dingen in de campagne. Journalisten halen graag concrete dingen uit. Als je bij een open wifi, je betaalt dingen en zo, dan loop je dus het risico dat er iemand tussen gaat zitten. Hè? We hebben hier bij de eerste aflevering van TikTok hebben we dat ook live gedaan. Dan kon je zien wat iedereen hier zat te doen. Brenno de Winter, die had een nep hotspot opgezet. Lachen. Ja, maar ja, wat moet jij er nou mee? Daar gaat je businessmodel. Open wifi is gevaarlijk. En als de campagne slaagt, en we bereiken meer mensen dan alleen die mevrouw die er toch niet op zat. Maar bijvoorbeeld ook die jonge meiden die eerst dachten van, is niet gevaarlijk. Dan, ja, dat kun je wel inpakken. Nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, de hele keten van gebruik van wifi heeft zeg maar, je hebt een gebruiker. Je hebt zeg maar een provider. Er zit dan een internetdienstverlener tussen. En je hebt een dienst online. En een paar jaar geleden was het nog zo dat Facebook was zeg maar een onbeschermde, hè, geen HTTPS-site, waar je op in moest loggen. En dan kon je dus inderdaad gewoon uit het pakketjes uit de lucht plukken. En dan kon je gewoon, zonder dat je daar enige hackingkennis van nodig had, kon je gewoon zien en dat account overnemen. Ja. Nou, dus je ziet aan die dienstenleveranciers, die hebben zeg maar langzamerhand, hebben die hun zaakjes op orde gekregen, dat het in ieder geval een HTTPS-site worden, waardoor de versleuteling al plaatsvindt. Nou, dus zeg maar, in die stuk van de keten is al aardig wat gebeurd. Alleen wifi aan zich, de techniek wifi, zeg maar het straalzendertje, het verbindingje tussen de zender en de ontvanger op je telefoon, dat is een onversleutelde verbinding. Ja, en dat zijn gewoon datapakketjes die je eruit kan halen. Dus je moet zorgen dat het op sessieniveau, dat je dat gaat beveiligen. En de enige die dat het beste kan doen, is de eindgebruiker zelf. Ja. En wat dus moet je doen dan? Nou, heel simpel. Je hebt gewoon een VPN-appje wat je kan downloaden. Virtual Private Network. Ik heb dat ook aanstaan. Dan kan je ook precies zien hoeveel pogingen er onderbroken worden om jouw gegevens te achterhalen. Maar als jij een VPN-appje downloadt en die heb je gewoon automatisch aanstaan als jij wifi gebruikt. Ja. Dan wordt er een tunnel gelegd naar een server ergens. Ja. En dan is dat een versleutelde verbinding. Ja, even checken, want we hebben hier wel goed opgeleid publiek. Wie gebruikt VPN op zijn mobiel? Dat is nog veel te weinig. Oké. Okay. Straks in de pauze, leg aan de mensen voor of achter je uit hoe dat werkt. En hoe je dat moet aanvragen. En vooral hoe je dat gratis kan doen. Want dat is natuurlijk belangrijk. Nee, maar dat is dus, hè, dus, dat is ook een van de redenen dat ik hier ben. Dus wat dat betreft wordt het nu heel erg zwart-wit gezet. Dus gebruik het maar niet. Ja. Ik denk dat... Hè, wat kunnen jullie dan nog doen? Laat ik het zo stellen. Nou, ik zit zelf in voorlichting. Hè. Ik ben in Utrecht, heb ik die aanbesteding gewonnen. Daar gaan we dus... eind van het jaar gaan we daarin live. En ik ben nu bezig met verschillende VPN... app-leveranciers, die gaan dan 5000 apps bij de lancering gratis ter beschikking stellen aan de eerste 5000 gebruikers die dat netwerk veilig willen gebruiken. Dus ik ga mijn rol pakken, dus op mijn netwerken ga ik extra aandacht geven aan gebruikers van joh, ja. Als je het zeker wil weten dat het veilig is, heb je ook zelf een verantwoordelijkheid. Maar daar kan je dan ook positief mee onderscheiden ten opzichte van... Dat is voor mij een USP, maar zo vind ik dat moet werken. En dat geldt niet voor mij als klein bedrijf, maar ook voor andere bedrijven. Ik vind dus, en dat is net iets wat ik in het Alert Online en het Veiligheid net mis, dat het heel erg gezegd van ja, dus gebruik niet. Terwijl ik liever zou hebben van, voed de mensen op. Gebruik het goed. Gebruik het goed ja. En ken je eigen verantwoordelijkheid. Want uiteindelijk... Doen we de deur op slot thuis, we doen zelf de auto dicht. Hè, we zorgen zelf dat het gasfornuis uit is als we met vakantie gaan. Hè, dus mensen uitleggen dat het eigenlijk helemaal niet moeilijk is, hè, want dat was het 8 jaar geleden wel. Maar inmiddels is het gewoon de App Store, dat weet iedereen te vinden. Je downloadt een appje, die mag je in een week of een maand gratis gebruiken. En bevalt die, dan betaal je 2 euro per maand. Nou, het is wel iets genuanceerder dan dat. Het is wat journalisten eruit pakken, hè, dat wat slecht is, wat fout gaat. Maar in de campagne wordt ook verteld, inderdaad, VPN is belangrijk. Ja. Of als je dan zo nodig moet, als je dan iets gaat surfen of wat dan ook, kan nog wel. Maar ga geen inlog dingen doen. Staat ook op de website veiliginternetten.nl, waar we in de tweede helft over gaan hebben. Nou, ik vind het in ieder geval tof dat je je verhaal wilde doen. Hè? Je stelt je toch kwetsbaar op. En als ik dat zo hoor, VPN als unique selling point, nou, daar wordt de ondernemer wel rijk van, denk ik. Dankjewel, okay. Nico Dammers. Dankjewel.